Hallo allemaal, super leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video van Het Kan Jullie! Vandaag gaan we een hele leuke challenge doen. Vandaag gaan we één dag overleven in een tent. Tenminste, ja, we gaan het wel, want iedereen proberen. Een echte tent. Een echte tent. Ja, dus niet van dekens of hutten gemaakt, nee, maar een echte tent waarin je kan kamperen. Voordat we daarmee aan de slag gaan, vragen jullie eerst even een duimpje op de acties die we hebben in deze challenge. Dan mag jij zeggen hoeveel duimpjes omhoog vandaag gaan. 20.000. Druk nu op het duimpje omhoog. En ondertussen, abonneer ook eventjes. En dan gaan wij eventjes, wat gaan we doen? De tent erbij pakken. Kijk ze eens, we gaan vandaag lekker kamperen. En dat gaan we wel vandaag binnen doen, omdat buiten tussendoor nog regen komt. Ja, kies maar je plekje uit. Zo, Eli, pak jij maar was uit. Wow, kijk, hier in de doos gaan jullie kamperen. Oh. Oh, kijk, daar is die. Oh, dat gaat makkelijk. Zo, doe hier, 1, 2. Oh, nog weer. Zo jongens, probeer maar. Kijk of het jullie gaat lukken. Oh, hij is wel. Huh? Oh, het zijn allemaal onderdelen. Oké, dit gaat toch wel een hele klus worden. Nee. Wat moet je nu doen, jongens? Kom, gaan we vastpakken, gaan we kijken. We hebben hem eventjes neergelegd. Hij is volgens mij echt super groot. En Eli gaat ook op ons vissen. Okay, kijk, dat doe je ook vaak met het kamperen. Je beet, trek hem, haal hem binnen. Haal hem binnen. Oh, ja, en hij heeft losgelaten. Oké, we zijn weer iets verder gekomen met onze tent. Zoals jullie kunnen zien is het hier achter mij helemaal leeg. Wij gaan de tent hier niet plaatsen. Hij is gewoon te groot. Gigantisch. Daarnaast hadden we nog een probleempje. Want eigenlijk is deze tent geschikt voor buiten. Dus om het met ankers vast te zetten in gras. Zodat hij goed stevig blijft staan. Nou ja, goed hè. We hebben hier binnen natuurlijk geen gras. Dus Sarah heeft een oplossing bedacht om met tape de tent vast te zetten. Dat was Della's idee. In ieder geval, kijk eventjes gewoon hoe groot deze tent is. Kijk gewoon hoeveel ruimte die in beslag neemt van de woonkamer en van binnen. Hey Demi! Helemaal daarachter. Hij is nog niet helemaal klaar. We gaan nog een binnentent erin doen. En dan krijg je volgens mij nog een aparte kamer in je tent. Dus hij is bijna klaar. En dan kunnen we eindelijk de tent in. En we kunnen hier ook slapen vandaag. Slapen is één ding wat zeker gaat gebeuren in deze tent. Want Eli was super vroeg wakker en hij is eigenlijk nu dus alweer in slaap gevallen. Hij wil heel graag meedoen met deze challenge en in de tent. Dus ik denk dat we zo even voor hem een dekentje neer gaan leggen. Dan kan hij lekker slapen in de tent. Hey, de tent is af. Zullen we even laten zien hoe het is geworden? Ja. We hebben hier dus de ingang. En wat ook wel leuk is, is dat hij dicht kan. Dus je kan hem dus hier dicht doen. En als wij de kinderen zat zijn, dan doen we hem gewoon eventjes dicht. Daarom hoort het niet eens. Ik kom er niet uit, ik zit vast. We hebben hier het entree gedeelte. Alleen hebben wij nog een probleempje hier in de tent. Ik kom niet vast, maar ik zit vast. We hebben nog iemand verstopt daaronder. Dat is wel een goede verstopplek. Ja, steek er een paar voeten uit. Oké, we trekken hem eruit. In 3, 2, 1. Ook een tijd voor de tent, want hij staat dus niet zo heel stevig. Oh, de tape, daar was hij dus mee bezig om het met tape vast te zetten. Het is niet gelukt. Niet? Nee, achter zit er los. Nou ja, het... Hij staat tenminste. Nou, Def, laat even zien. Wat hebben we hier? Ik weet niet wat daar is. Zullen we kijken wat erin zit? Durf je hem open te maken? Oké, maak hem open. Heel voorzichtig. Kijk daarboven. Kan je hem openmaken? Daar zit een rits. Laten we eens even kijken wat daar is. Spannend. Vind je het spannend? Laten we samen kijken wat erin zit. Ik ga wel als eerst. Ik open wel om. Niks. Ik ga kijken. Het is een geheime kamer, jongens. Niks, er zit niks. Wel. Het is een extra kamertje hier zo. Dus hier als je zegt, ik wil slapen. Of ik wil een bioscoop maken, want als je het weer dicht doet, dan wordt het wel iets donker. Ik zie jullie niet meer. Oh, nu weer wel. Echt een hele mooie hoek. Kijk, ik ga het even laten zien. Heb je gewoon een privé bioscoop. Ja. Heel leuk. Maar jongens, mag ik nu mijn spullen erbij? Ja, want dat moet natuurlijk. Je mag 3 spullen kiezen, Devon. 3, hè? Niet meer. Oké, let's go. Stel, wat gaat hij pakken? Wat gaat hij pakken? Ik ben heel erg benieuwd wat hij gaat pakken. Wat gaat hij allemaal pakken? De tent in. 3 items mag je meenemen, Debran.
Oh, ben je nu al klaar? Ja. Wat heb jij meegenomen? Kom de tent. Dat zijn er vier, hè? Dat zijn er vier. Ja. Dropper één, dropper één. Ik ga kijken welke op is en niet op is. Oké, ga zitten. Wat heb je meegenomen? Vanaf nu trouwens ben jij opgesloten. Jij mag de tent niet meer uit. In deze tent. De challenge begint nu. Maar wat heb jij meegenomen? Een afstandsbediening. Oké. Een joystick. Maar ik zie hier geen tv, Doran. Wel, kijk. Je kan zo klimmen. Nee, je mag niet de tent uit. Ja? Ik kan zo beter. Oh, wacht, hier door het raampje. Oké. Okay. En ik heb nog een tablet mee. Oké, nou. Maar ik mag toch wel hier? Ja, dat allemaal tot inderdaad tot aan hier is de tent. Ook hier mag ja. Toch? Ja, ja. Dat is grens. Oh, we gaan eerst even beginnen met wat lekkers. Ik heb honger. Alsjeblieft. Dank je wel. Kan je even lekker eten? Meestijd. En het tablet er waarschijnlijk bij? Ja. We hebben van hierachter een slaapkamer gemaakt, met het dekentje erin gelegd ook. Hij gaat er ook bij. Nu is het officieel dat Eli ook meedoet. Zo, daar liggen ze dan. Kijk hoe schattig hij hier zo ligt. Heerlijk. Nou, slaap lekker. Lig je goed? Mm-hmm. Ja? Heb je nog orders of iets wat je wil? Want je zit hier één dag en ik kan wel af en toe wat pakken voor jou. Water? Heb je een glaasje water? Kom eraan. Kijk eens aan, meneer. Alsjeblieft. Een heerlijk glas water. Nou. We zijn er weer even wat verder. We hebben even wat spullen neergelegd om wel een beetje comfortabel te kunnen zitten en liggen. Ook voor Delhan. Iedereen ligt nog steeds te slapen. Die is helemaal vertrokken. En ik heb iets gevonden. Wat heb je gevonden? Een rit. Wat? Rit. Nee! Huh? Er zit gewoon nog een ingang bij. Huh? Want ik wou dus zeggen, Dora die wil dus zijn PlayStation gaan aanzetten. Wacht, zullen we even helpen? Oh, wacht eens. Ja? Hij heeft twee ingangen. Waarom? Niet te geloven. Het lukt hem nog ook. Hij heeft het dus al aangezet. En dit ziet hij ongeveer. Dus kijk, ik heb hem nu op ter hoogte van zijn ogen. Hij heeft gewoon perfect zicht vanuit zijn tent op de tv-scherm. Ik denk dat Eli vanavond een andere challenge doet. Nou. Eén dag slapen in de tent. Dat denk ik ook. 2 hours later. Ik heb weer een lekker bordje met wat boterhammen. Want inmiddels is Eli na een paar uur slapen ook wakker geworden. Hij zit nog lekker in zijn plekje. Hij wou ook zijn tablet erbij hebben. Dus die hebben we erbij gepakt voor hem. En een lekker boekje. Hij gaat eventjes lekker in deze ruimte chillen. Delhan is nog aan het spelen op zijn Fortnite. Die houdt het ook goed vol. En intussen is Mias ook wakker geworden. Die gaan we zo meteen ook eventjes in deze tent brengen. Mias heeft ook een lekker plekje genomen in de tent. Ze zijn lekker aan het spelen. Maar jongens, wie heeft er zin in wat lekkers? Ja! Oké, ik heb iets leuks. Kijk eens even aan die kant wat er klaar staat. Bowlen, we gaan bowlen. Dan heb ik ook een bal. Wil je deze bal? Ik heb er namelijk twee. Eentje voor jou. Jullie mogen straks om de beurt gooien en rollen. En hoeveel van die pionnen je omgooit bepaalt hoeveel snoepjes jullie mogen kiezen uit de snoeppot. Eli, ben jij er klaar voor? Dan mag jij nu gooien. Eli. Oh. Yay! Jij mag alvast één snoepje uitkiezen. Oké, daar komt ie hoor. Jij mag zeggen welke je wil. Hij komt langs als zo'n lopende sushiband restaurant. Oh, jij weet al die? Ja, oh. Mag ik ook een Yay! 1 M&M's gewonnen. Mag ik een niet. Jij bent aan de beurt. Gooi de bal. Wow. 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 Dat betekent 6. Ik koop erop. Oh, heel goed. Jij mag 6 snoepjes uitkiezen. Ja, 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 ja. Oké. Oké, dan komt die hoor. Oh, ja. Nou, dat kan natuurlijk ook. Ik dacht, wat doen we even mooi zo lopen de band. Al die snoepjes er voorbij. Ja. Maar nee, ze weten al wat ze willen. Wat moet ik even opmaken? Hele 1, zure snoepjes. 2, 3. En dan nu deze 3. Eigenlijk voor sushi. Sushi tijd. Het ziet er lekker uit. Wacht even, Doran. Laat eens even jouw gezicht zien wanneer jij zo'n zuur snoepje eet. Die moeten we even zien. Je meest zure gezicht. Gaat ie hoor. Komt ie. Maar wel lekker, hè? Ja? Oh, die zijn zuur. Oh. Nou goed, Eli, ben jij er klaar voor? Dan mag jij nog een keer gooien, schat. Gooi maar! Yes! Yeah. 5 snoepjes! Woe! Supergoed, schat. Okay. Welke gaan we?
Ai, wat de M&M's. Lekker. Ook die. Lekker. Daar heb je allebei toch nog zes, hè? Ja. En hoe smaken de stoepjes? Lekker. Mag de scheidsrechter ook een stoepje? Ja. Ik vind deze altijd heel erg lekker. Hij neem ik deze. Voor ons. Hè? Nee, maar mij heeft het over mannen zelf, niet ik. Ik ben de scheidsrechter. Papa. Zo, ik heb de hele tent afgesloten, jongens. Nee. Ik heb ze helemaal op slot gezet, Esra. Ik ben ook voor de hier staan, kan je hier achterin schieten, scoren. Ja, dat kan ook. En één voordeel, Deborah. Ja. Er kunnen geen vliegjes meer hier binnenkomen nu. Oh, ik zie een vlieg binnen. Hij kan niet meer naar buiten toe. Oh, hier, een spin. Ja, ik zie het. Helemaal paniekeren. Ilay, doe eens je gezicht hier tegenaan. Doe eens kusje geven. Kusje. Hier, kusje, door het raampje. Kom, kusje. Oh, dit is best wel eng. Helemaal dicht, goed zo. Oh, Esther heeft muziek aangezet. Stop. Het is mini disco. Gaan we dansen? Oh yeah. Wil je eigen muziek aanzetten? Oh yeah. Deran is tegenwoordig helemaal van muziek, hè? Ik wil ook muziek leren. Ga je drummen? De jongens ook gewoon hier hebben bij hun tent. Het is gewoon een eigen catering. Ga jij eten maken voor hun? Zeker weten. Zeker? Nou. Met z'n allen eten in de tent. Yeah! Gaan we eten in de tent! Woehoe! Hebben jullie gehoord? Luister dan! Hallo jongens! We gaan eten in de tent met z'n allen vandaag! Yeah! Oh, net zoals op een echte camping denk ik toch wel. Hebben we een tafeltje neergezet. We hebben wel lekker camping life zo. Oh. En Deran, zijn hoofd steekt nog net uit het laatste stukje. Hij zit vast. Kom op schatje, je bordje eten staat klaar. We hebben ook echt van die campingstoeltjes erbij gepakt. Nou, dit is een avondeten. Lekker rijst en een beetje vleesje en wat groenten erbij. En Mia's gaat ook lekker mee eten. Jongens, eet smakelijk. Gezellig zo in de tent. Oh, en één ding. Geen scheetjes in de tent alsjeblieft. Want we hebben niet zoveel ventilatie hier. Het is ietsjes later. En chillen jullie ook al lekker hier binnen? Super chill deze tent, echt. Van nu eerst echt helemaal donker. Ja, daar kun je echt lekker slapen. Ja, Jochie, vind je het ook leuk? Ja, hè? Ja, lekker stil. Die zit wel echt heel erg stil de hele tijd. En deze jongens hier zo, die hebben gewoon een eigen campingbioscoop, jongens. Hey, zijn ze een filmpje gewoon vanuit hier te kijken? Echt gewoon top. Maar jongens, hebben jullie goed gegeten? Ja. Wie heeft er zin in een ijsje? Ik vind dat jullie wel ijs verdiend hebben, of niet? Wacht, ik moet even aan de baas vragen. Mogen ze een ijsje? Nee. Jongens, willen jullie een ijsje of nee? Ja. Dan komt de ijskomman zo eraan. A few moments later. Tjingelingeling! Tjingelingeling! De ijskomman is gekomen, nou! Jongens, wie wil er lekker... Hé, oppassen, je mag de tent niet uit, vriend. Wie wil er een ijsje? Kies maar eentje. Welke wil jij? Oh, lekker! Kaktus! Kijk, je hebt ook watermeloen ijsje. Kaktus? Ik moet je even naar wc, misschien zit daar wel een kaktus. Hey jongens, lekker ijsje? Ja. Weet je, jullie moeten betalen? Een dikke box. Yeah, jij ook? Hey, box! Kom hier! Oké, het begint bedtijd te worden en deze jongens willen heel graag in de tent overnachten. Ja. Maar dan denk ik dat dit de beste plek is. Kom eens even kijken, jongens. Is dit een geschikt plekje? Kunnen jullie hier met z'n tweeën liggen? Ga eens even liggen, jongens. Maar het is wel heel donker. Het is wel heel donker, maar dat is eigenlijk alleen maar goed. Oké, daar ligt Ilay. En daar ligt Deborah. Liggen jullie lekker, jongens? Ja? Dan ga ik nu jullie tentje dicht doen. En dan zeg ik, slaap lekker. Doei. Oh, nog één ding vergeten. Nog even afsluiten. Dus we zeggen tegen iedereen bedankt voor het kijken. En tot...